verrassing. Dus ik zou zeggen, kom een beetje dichter, hè. Hoi, hoi. Beste mensen, kom ik over, hè? Hoor je mee? Versta je mee? Ja, eerst een getuigenis. 1 op de 7 Belgen is arm. Dat las ik zo pas in de Standaard. Armoede is een schande. Niet voor de armen zelf, want zij hebben er niet voor gekozen om geboren te worden in een arm gezin, om laag geschoold te zijn, om afhankelijk te zijn van een leefloon, om behoeftig, lichamelijk of fysiek ziek te zijn, psychisch ziek te zijn, om invalide te worden. Om oud te zijn. Zelfs niet om afhankelijk te worden van drugs of alcohol. Armoede is overal een schande. Maar des te meer voor een rijke maatschappij als de onze, die het probleem ziet, maar er te weinig tegen doet. Die er onvoldoende, zelfs steeds minder in slaagt om de uitsluitingsmechanismen in het onderwijs, in de woningbouw, bij de huisjesmelkers op de arbeidsmarkt weg te werken. Iedereen weet dat de armoedecijfers in het hele land stijgen. De crisis is geen excuus. Hopelijk gebeurt er meer na deze gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten hebben bevoegdheden en ze kunnen en moeten die terdege gebruiken. In de woningbouw, in het onderwijs, door hulp in welke vorm ook te bieden aan behoeftigen en verslaafden. Armoede is een schande. Wie daar niets tegen doet, dient zich te schamen. Beste vrienden, namens Koepel Armoedebestrijding Wenen heten wij u welkom op deze internationale dag geen armoede. Kamp is een koepel van verschillende vrijwilligers, diensten, organisaties en meningen die zich samen verzetten tegen armoede en inzetten voor armoedebestrijding. Volgens ons zijn er op vandaag geen excuses om niet met de armoede bezig te zijn. Maar we horen veel uitspraken zoals: het is hun eigen schuld. Ze moeten maar werken. Het zit in hun genen, het zit in hun ras en in hun godsdienst. Er is nu eenmaal niets aan te doen. Ze hebben dictators als staatshoofd en alle hulp verdwijnt in de zakken van politici. Dames en heren, armoede is nooit de schuld van één persoon, maar een samenloop van allerlei omstandigheden die we allemaal mee bepalen of aanvaarden of veroorzaken of naast kijken en als bij nederleggen. Onverschilligheid is de grootste oorzaak van het voortbestaan van armoede. Want we hebben geld genoeg, kennis en middelen om armoede te bestrijden.
We doen het gewoon niet genoeg. Ongeveer iedereen is het erover eens dat armoede een schande is in een rijk land als België. Maar we moeten veranderen van structuren, van organisatie, van mentaliteit. Ons vasthouden aan heilige koeien, zoals liberalisering, concurrentie, competitie en hebzucht, maakt ons psychologisch bereid om armoede als vanzelfsprekend te zien. Bovendien leidt het competitiemodel tot absurde loonkloven en welvaartsverschillen. 10 à 15% van onze inwoners worstelen dagelijks met tekorten, terwijl anderen een boekhouder of fiscalist in dienst moeten nemen om hun vermogen te tellen en te beheren. Waar zijn Menense, Vlaamse, Belgische en Europese politici en andere beslissers die moedig genoeg zijn om gedurende 20 jaar te werken aan een billijke herverdeling van de welvaart? Moet ons maatschappijmodel niet eerder gedreven zijn door solidariteit en soberheid in plaats van door concurrentie en competitie? Op internationaal vlak ontstaan burgeroorlogen en migratiestromen ongeveer altijd in contexten van te grote inkomensverschillen en welvaartsverschillen. Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen leerde ons al in 1969 dat een kleine, maar regelmatige bijdrage aan ontwikkelingshulp van 0,7% van het bruto nationaal product op termijn alle landen uit armoede haalt. In ons land worden werklozen eerdaags geactiveerd, onder andere door hun uitkering te verminderen in een periode van stijgende werkloosheid en verminderde investeringen. Terzelfde tijd vernemen we dat een billijke vermogenbelasting opnieuw van de gesprekstafel verdwenen is. Vanuit KAM zijn we niet akkoord met deze evoluties. Dames en heren, in Menen en in alle gemeenten zijn heel wat burgers vorige zondag gaan stemmen. Vanuit KAM zijn we verheugd dat heel wat partijen armoedebestrijding op hun programma geplaatst hebben. We willen de nieuwe verkozenen dan ook uitdagen om hier de komende jaren ook echt werk van te maken. We moeten allemaal afstappen van onverschilligheid en samen proberen het verschil te maken. Groot en klein, maar vooral groot. Ik dank u.
mooi liedje brengen over de geneugten van het varkensvlees. En dat kunnen jullie ook allemaal.